In regeringsverband is besloten dat er overgestapt zal worden naar subjectsubsidie voor brandstof. Op een gisteren gehouden persconferentie haalde president Chandrika Prasad Santokhi aan dat de regering de brandstofprijzen wil houden tussen 20 en 22 SRD. Echter is hij zich ervan bewust dat er toch mensen zijn die dit niet zullen kunnen betalen. Hiervoor komt er een oplossing. De regering zal daarom een pilotproject Olie Money introduceren. Er komt een ander beleid met betrekking tot de brandstof op basis van een systeem wat we genoemd hebben Olie Money. Is een kaartsysteem. Daarvoor gaat de minister, ad interim van Financiën, minister Bibas, u nader informeren. Het besluit is genomen afgelopen woensdag in de regeringsraad dat medio augustus dit systeem operationeel zal moeten zijn om de samenleving te gaan beschermen tegen intervalde prijzen, waardoor we dan ook een subjectsubsidie kunnen geven naar die doelgroepen, naar die personen die daarop aanspraak maken en zij die wel kunnen betalen, die gaan hun brandstofprijs conform de wereldmarktprijs ook daar moeten betalen. Minister Albert Ramdien, ad interim Financiën en Planning, vertelt dat Olie Money anderhalve week als pilot zal dienen. Vervolgens zal er een korte evaluatie plaatsvinden, waarna met alle aanpassingen die mogelijk nodig zijn, het project midden augustus geïntroduceerd zal worden. Dat zal gelden voor in principe alle gezinnen die een auto hebben, dus ongeacht hun inkomensniveau. Maar zo'n constructie, wanneer dit systeem functioneert, dan kan dat uitgebreid worden heel makkelijk, omdat het allemaal via de computer gaat. Er is geen wifi nodig voor dit systeem. Dan kan dat worden uitgebreid naar andere vormen van ondersteuning, welke gegeven wordt middels de regering naar de groepen die minder draagkrachtig zijn. Dan kan het gaan om voedselvoorziening, dan kan het gaan om medicatie, het kan ook zijn met betrekking tot energietarieven. En andere dienstverlening. Dus wanneer we dit systeem introduceren, dan gaan we bereiken de groepen die recht hebben op ondersteuning. En dat is de bedoeling van dit systeem. Minister Ramdien geeft aan dat het project nu Olie Money heet. Ten tijde van de uitbreiding van het project zal de regering nagaan of een andere naam nodig is.